Welkom bij Expellazolder, leuk dat jullie weer kijken. Dit keer met jullie een blik werpen op Wasted Worms, uitgegeven door Creative Studio T. Het is een spel voor 2 tot 5 spelers waar je een 25 minuutjes mee bezig bent. En in dit spel heb jij een stapel kaarten wat de verschillende tequila-wormen voorstellen. En die probeer je weg te werken. Degene die namelijk als eerste zijn of haar stapel kaarten weg weet te werken, die wordt de winnaar. En dat doe je door slim te spelen en een beetje geluk te hebben en te kijken hoe ver je dat kan rekken. En af en toe op het juiste moment een actiekaart er doorheen te gooien om het spel naar je hand te zetten. En als je dat goed combineert, dan ga je er met de overwinning vandoor. En ik heb nog een leuke verrassing voor jullie. De eerste 30 mensen die dit spel kopen bij wastedworms.com krijgen een korting als ze de kortingscode die hier onderaan in beeld staat gebruiken. Dus wil je dit spel graag hebben, ga dan naar wastedworms.com. Gebruik de kortingscode en de eerste 30 hebben dan ook nog een reductie van de prijs. Maar laten we eerst maar eens een blik werpen op wat er allemaal in het doosje zit. Het spel is van de hand van Twan van den Broek en wij krijgen de spelregels in het Nederlands en de regels op zich zijn lekker simpel. Het is een partyspel met een flinke dosis humor. Er zijn een paar simpele regels die hier aan de voorkant uitgelegd wordt. De stappen van het spel zelf, voorbereidingen, het zijn fijne regels om erheen te gaan. Overzichtelijk weergegeven en zoals ik al zei, het is niet al te complex. Daarnaast krijgt elke speler nog 2 uitlegkaartjes. Er zit 1 dobbelsteen bij, ik heb toevallig nog een andere dobbelsteen. Erin zitten. We krijgen de Wasted Worms die we proberen weg te werken in de waardes 1 tot en met 9. Ik blijf het heel grappig artwork vinden. Er zitten een paar leuke knipoogjes in. En we krijgen de Wasted kaarten, wat de actiekaarten zijn die allerlei verschillende effecten hebben en op diverse manieren ingezet kunnen worden. Ook weer voorzien van grappig artwork. Dat is wat we krijgen. Laten we snel maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit. In mijn voorbeeld even opgezet voor 4 spelers. Elke speler krijgt 3 wasted kaarten en een startstapel van 18 worm kaarten die je niet bekijkt en die je gesloten voor je neerlegt. Daarnaast krijgt iedereen natuurlijk nog een setje uitlegkaarten ter referentie. Als je bij je wasted kaarten een battle kaart hebt en die herken je aan het feit dat ze paars zijn en over de breedte geprint, dan leg je die af, pak je een nieuwe kaart net zolang tot je geen battle kaarten meer hebt en dan worden die allemaal door de wasted stapel geschud. We gaan dobbelen. Degene met het hoogste resultaat wordt de startspeler. Of je verzint een andere manier en dan ben je klaar om te spelen. Het doel is om als eerste alle wormen uit jouw stapel in de bar, het midden van de tafel te krijgen. Degene die dat als eerste voor elkaar krijgt, wordt de winnaar. Maar zo zit hem op. Laat maar eens een potje gaan spelen. De startspeler heeft een beetje een saaie beurt. Die legt de bovenste kaart van zijn of haar stapel in het midden op de bar. En dan is zijn of haar beurt voorbij. Maar normaal gesproken, als een speler aan de beurt is, heeft hij 2 opties. Ofwel, hij of zij speelt een van de wasted kaarten. Daar gaan we natuurlijk zo meteen naar kijken. Of je gaat wormen spelen. En als je wormen speelt, moet je voordat je de kaart open op de bar legt, aangeven of je denkt dat het getal hoger of lager is. Nou, de getallen gaan 1 tot en met 9, dus ik gok dat de volgende kaart die ik erop ga leggen hoger is. En het is een 7 en dat is inderdaad hoger. En nadat je goed geraden hebt, mag je doorgaan. Ik heb nu een 7, ik gok dat de volgende kaart lager is. Een 6, dat blijkt inderdaad lager te zijn. En wederom, nou, als je goed geraden hebt, mag je doorgaan. Nou, ik denk dat ik nog steeds lager ga spelen. Een 3. Correct, ik heb weer goed geraden, ik mag weer doorgaan. En als je zo verder gaat, kun je tot een maximum van 5 kaarten wegspelen. Lukt het je om 5 kaarten weg te spelen, dan is je beurt sowieso voorbij. Meer kaarten kun je niet spelen. En als je dat goed gedaan hebt, krijg je naast dat je 5 kaarten kwijt bent, een wasted kaart. Belangrijk is, je handlimiet wasted kaarten is 3. Dus heb je de 3, dan moet je er eerst eentje weggooien en dan pas mag je een nieuwe pakken. Maar je mag er ook van afzien. Het tweede wat er kan gebeuren, is dat er een kaart tevoorschijn komt die identiek is aan de waarde die er al ligt. Dus bijvoorbeeld, ik zit bij de 5 en ik denk, hoger. En ik leg er een tweede 5 op. Dat is goed, dan ben je nog steeds aan de beurt. Je zou nog steeds door mogen gaan, zolang het niet je 5e kaart is, om te zeggen van nou, de volgende kaart is weer hoger of lager.
Als je stopt op een dubbel, dan ben je natuurlijk ook gewoon de kaarten die je gespeeld hebt kwijt. En ook dan krijg je een wasted kaart. En de laatste optie is dat je een fout maakt. Ik zeg, oké, er ligt een 5. De volgende kaart die ik erop leg is hoger. En dat is fout. De kaart is lager dan de 5. Op het moment dat dat gebeurt, de laatste kaart die je gespeeld hebt, die leg je aan de kant. De rest van de kaarten die in de bar liggen, alle kaarten, die pak je. Je pakt je eigen stapelwormen, je schudt ze er doorheen. Die vormen een nieuwe trekstapel, of die vormen jouw nieuwe stapel die je weg wil werken. En jouw laatst gespeelde kaart is de kaart die voor de volgende speler de startkaart vormt. Dus dat zijn de drie opties. Als je goed hebt, mag je doorgaan. Je kunt ook zeggen, ik zeg hoger. Ik leg hem erop. Nou, gelijk spel. Ik ben gelijk klaar. Ik stop. Heb ik een dubbel gespeeld, heb ik ook nog voordeel dat ik een wasted kaart zou krijgen. Je hoeft niet door te gaan. Maar zolang je goed zit en gelijk of juist gegokt is goed, mag je doorgaan tot een maximum van 5. Lukt het je om 5 kaarten weg te spelen, dan is je beurt sowieso voorbij en krijg je een wasted kaart. Rekening houden met de limiet van 2. En zit je fout, dan blijft je laatste kaart liggen en de rest krijg je en schud je er weer doorheen. Alternatief mag je dus een wasted kaart spelen. Nou, wasted kaarten komen in verschillende varianten. Je hebt de groene en de bruine. De groene zijn upgrades, die kun je bij jezelf neerleggen en die geven je een positieve ability. Vanaf nu mag je ook na een vierde goede gok stoppen en een wasted kaart pakken, bijvoorbeeld. Bruine zijn downgrades, die speel je bij iemand anders. Daar kunnen ze niks aan doen in de basis. En die geven hun een negatieve effect. Zij moeten in dit geval met Grounded minimaal 2 kaarten spelen. Dan heb je de paarse kaart of de roze kaarten met het sterretje. Dat zijn eenmalige effecten. Leg de bar op de aflegstapel. Laat de bovenste kaart liggen. Dus je kunt zeggen van nou, ik vind het een beetje spannend. Die stapel is zo groot. Ik wil niet het risico lopen. Kun je op één na de hele stapel naar de afleg gooien. En dan verdwijnen die kaarten ook uit het spel. Nou, dit is één van de voorbeelden. Zo zijn er tal van verschillende voorbeelden. En belangrijk, de haltkaarten. Als een kaart je niet bevalt. Als een speler een kaart speelt die je niet bevalt. De enige actiekaart die je buiten je beurt altijd mag spelen zijn de haltkaarten. Dus als iemand zegt, ja, ik geef jou Grounded, kun je zeggen, nee, die halt ik. En ook iemand anders kan dat doen. Of als iemand zegt, ik leg de hele stapel af, dan kun jij zeggen, halt, dat gaan we niet doen. Dat stopt het. Naast de reguliere haltkaarten zijn er nog de super haltkaarten. Een gewone haltkaart kun je met een andere haltkaart tegenhouden. De super haltkaart kan niet worden geblokkeerd. Dus als je zegt ik super halt hem, dan is het sowieso tegengehouden. En sommige kaarten kun je ook niet tegenhouden zonder een super halt. Dat staat er ook op afgebeeld. En tot slot zijn er de battle kaarten. Op het moment dat je een wasted kaart pakt en het is een battle kaart, dan leg je hem gelijk open en dan komt er een minigame. En elke battle kaart geeft een ander soort minigame. Deze zegt, daag jezelf uit. Gok even of oneven. Gooi de dobbelsteen. Je wint bij een juiste gok. Maar heb je het fout, dan moet je de bar zelf pakken. En als je wint bij een battle, dan betekent dat je de hele stapel pakt op de bovenste na. En die stapel mag je verdelen over de spelers zoals je wilt. Je mag alles aan één iemand geven. Je mag ze eerlijk verdelen, oneerlijk verdelen, whatever. In dit geval als je verliest, krijg je de hele stapel zelf. Dit zijn hele grappige minigames. Dit is dan een hele simpele gok, even of oneven. Soms zitten er minigames in die je met elkaar doet. En zo blijft er uiteindelijk nog maar één iemand over. En de winnaar krijgt dus de hele stapel min de bovenste kaart. En die gaat hij verdelen in over de andere spelers. En daarna gaat de battle kaart weg. Maar zo zijn de spelers om de beurt aan de beurt. Kies je ervoor om ofwel een wasted kaart te spelen of wormen te gaan spelen. En zo spelen we verder tot er uiteindelijk iemand is die zijn of haar laatste kaart weet weg te werken. Geen kaarten meer over heeft. En dan is die speler de winnaar van Wasted Worms. En zo wordt het spel gespeeld. Wasted Worms is een vermakelijk partyspelletje wat je gemakkelijk op tafel kan leggen, wat lekker vlotjes wegspeelt en waar wat gezonde interactie in zit. En ook de illusie van controle. Hoe ver durf je te gaan? Hoeveel kaarten wil je nog neerleggen? En wat voor ellende laat je voor je medespeler liggen? Want een 5, 4, een 6, dat zijn een beetje die gemiddelde kaarten. En dan wordt het lastig gokken van, joh, zal de volgende kaart die ik opendraai worden hoger of lager? Of als je mijn geluk hebt, dan bij een 2 draai je een 1 open, terwijl je denkt hoger te gaan en bij een 8 draai je een 9 open, terwijl je
de grootste kans hebt dat je omlaag zou gaan. En dat is de humor die dit spel in zich heeft. En tegelijkertijd de factor waar je tegen moet kunnen als je dit spel speelt. Aan de andere kant, naarmate je verder komt, mede door de battlekaarten, want daarmee kun je er ook voor kiezen om de kaarten van de trekstapel niet alleen te verdelen over de spelers, maar je kunt ook een gedeelte van die kaarten uit het spel gooien, waardoor dus het aantal kaarten wat beschikbaar is kleiner wordt. En zeker als je zelf een wat kleiner stapeltje hebt, dan kun je op een gegeven moment, als je een teller bent, een beetje een idee hebben van wat voor kaarten er in jouw stapel zitten, waardoor je wat meer kan afdwingen wat de kans is dat je goed gokt. Maar daaroverheen heb je natuurlijk alle gekkigheid uit de Wasted stapel. De actiekaarten, de upgrades, de downgrades, de haltkaarten en dus af en toe de battles die daar weer roet in het eten kunnen gooien. Dus alles bij elkaar is het gewoon een luchtig partyspel met een zekere geluksfactor die naar mijn mening het beste tot zijn recht komt als je het met 4 of 5 spelers speelt. Met 2 of 3 is het een oké spelletje, grappig om te doen, maar het plezier komt echt naar voren als je meer spelers aan tafel zet en er dus meer interactie en gekkigheid plaatsvindt op de tafel. Het artwork vind ik erg leuk, erg grappig. De 9 kaarten met de verschillende worms hebben heel humoristisch thematisch artwork, wat ik heel creatief vind vormgegeven. Ik moet er nog steeds elke keer om lachen, omdat er zoveel grappige hints en humor in verwerkt zit. Zoals de shot rum, daar zit een piratenworm mee met een gouden tand en een houten poot, terwijl ze hebben natuurlijk weer geen poten, maar sowieso de hele vormgeving van die wormen vind ik ontzettend grappig. En die humor van dat artwork komt ook weer terug in de verschillende Wasted kaarten. En alles bij elkaar is dit gewoon een luchtig tussendoortje als je zegt van joh, we gaan even het ijs breken, we spelen even een potje. Je hebt het zo uitgelegd, je hebt het zo gespeeld en het is gewoon even lachen, even elkaar plagen, even hopen dat je een beetje geluk hebt en de ene keer zit dat meer mee dan andere keren. En wat ik al zei, het heeft die illusie van controle, dus hoe ver durf je te gaan? Speel je veilig, speel je 1 of 2 kaartjes per keer weg? Nou is de kans groot dat je elke keer keurig een paar kaartjes weg weet te werken. Maar durf je het risico te nemen? En word je beloond door vrouwen Fortuna, dan kun je in 1 keer 4, 5 kaarten wegspelen. Ja, dan kun je in 4 beurten uit zijn. Nou ja, uiteraard zien de andere spelers dat ook en zul je dus wel wat Wasted kaarten om je oren zien vliegen. Dat maakt dat je toch zelf nog een zekere mate van invloed hebt op wat er gebeurt. En ook als je denkt, joh, 5, is niet een goed idee om die nu te gaan spelen. Nou, dan kun je ervoor kiezen om in plaats van in je beurt wormkaarten te spelen, om een Wasted kaart te spelen. En soms kan dat ook een manier zijn om de portie ellende door te geven naar de volgende. Maar alles bij elkaar genomen is Wasted Worms wat mij betreft gewoon een vermakelijk partyspel wat goed in elkaar zit. Thematisch ziet het er fraai uit en zit het leuk in elkaar. Het mixt het geluk en de mate van controle die je denkt te hebben goed, waardoor je het idee hebt dat je zelf keuzes hebt gemaakt waardoor het onheil over je afgeroepen is, soms beter dan andere keren. En door de Wasted kaart heb je nog weer wat extra invloed. Als iemand heel goed lijkt te gaan, kun je die een beetje gaan pesten met z'n allen. En nogmaals wat ik zeg, het spel komt beter tot zijn recht met meer spelers wat mij betreft. En het is om die reden dat Wasted Worms van mij een 7 krijgt. Not spelling's older.